Zo, hallo allemaal. Welkom terug op kanalgratis.nl. Mijn naam is Lau en ik ben hier vandaag samen met mijn vader Erik. Hoi. Vandaag gaan we samen iets heel leuks doen. We gaan met hele kleine shedjes gaan we vissen hier in het kanaal. Naast ons een superhelder kanaal. En we gaan met de shedjes kijken wat we kunnen vangen. Er zwemt baars, er zwemt snoek, er zwemt snoekbaars, er zwemt roofblij. Er zwemmen karpers, er zwemmen braas, er zwemt van alles. Dus we gaan hier vandaag met hele kleine shedjes vissen en dan gaan we kijken wat we kunnen vangen. Ik heb er zin in. Anders ik wel. Let's go. We gaan het doen. Boom. Yes. Zo, aangekomen de eerste stack. Hier zo een stuk van het kanaal. En ik begin vandaag met een Hooligan Roach Micro. In het Junebug kleurtje. Met een heel klein 3 grams loodkopje. Ja, je hoeft eigenlijk niet heel veel zwaarder te vissen in een ondiep kanaal. Dus ja, mooi ding. En waar ga jij mee beginnen vandaag? Nou, bijna identiek inderdaad. 3 grams roodkopje en Hooligan Roach Micro. En officieel heet de kleur Ash. Maar zoals je ziet, het is gewoon een beetje wit-zilverig kleurtje. En we gaan kijken de kleuren, wat het verschil is, of het verschil is en of ze überhaupt vangen. We gaan het zien. Let's go. Eerste worp. Zo. Cool. Wat is het, jongen? Hier, kijk eens. Ja, ja. De eerste. Ja, dat gaat ook lekker in. Kijk eens aan. De eerste op de kleine Hooligan Roach. Hoppatee. Geen grote, maar hij is wel mooi. Vis. Dat is heel mooi. Ik lig op de brug. Ja, nu niet meer. Jij ook. Heb je tungsten? Dat is een stuk. Ja, dat zeg je toch, je kopje is kapot. Oh, ik had beet. Gewichtloos vis. Gewichtloos vis met klein kunst. Wat heb je gedaan? Wat heb ik gedaan? Nou, ik dacht, laat ik er een tungsten loodkopje aanhangen. Dat is één keer tegen de ijzeren brug en tungsten en ijzer is niet de allerbeste combinatie waarschijnlijk. Want hij leek er nog aan te zitten bij de volgende worp, denk ik van goh, om mij ben ik iets kwijt. En dat was dus mijn tungsten kopje. Dus dat wordt even wisselen en gewoon weer lood eraan als onder de brug gaan vissen. Oh. Kapot. Oh. Kapot. Nee, ik heb geen tungsten. Heb je er een? Ja. Oh, leuke weer. Donker. Ja, kijk eens. Heel donker. Een baars. Een baars. Ja. La 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 la. Zo, hier ligt een dikke baars. Zie je hem? Ja, hij heeft hem. Nee joh. Mooie baars hoor. Kijk eens. Holy shit. Dat was vet. Ik zie hem liggen. Ik laat mijn shitje zakken. Boom. We lopen hier nu langs een soort stenen kant. En hier onder de stenen kant heb je ja, zo'n stukje ruimte. En ja, die baars die liggen daaronder. Dus we lopen zo langs de kant. En ja, je ziet het, er groeien veel planten. Dus wat we dan doen, is we laten ons shedje in allerlei van dit soort kleine kuiltjes laten we hem zakken. En dan hopen we dat er een baarsje zit. En met enige regelmaat plukken we een baarsje weg tussen zo'n kuiltje. Of tussen zo'n gaatje. Komt ie, hè? Dikke baars, let op. Wow! Oh, doei! Ik zal even voordoen hoe je het moet doen. Let op. Zo. Hier, weer. Nou zeg. Hier, en ik zit de 10 centimeter geweldig. Hatsa. In de volle regen, lekker man. Doei! In de zoektocht naar roofvis natuurlijk, kun je plekken als dit natuurlijk echt niet vergeten. Bruggetjes zorgen voor schaduw.
De aasvis die ziet daar natuurlijk de rovers minder goed. En zeker de baars, die liggen daar echt graag onder. Dus die plekjes mag je echt niet vergeten. Ja? Ja. Oh, mooi hè? Hele mooie. Dat zeg ik toch, onder de brug? Nou, dit was net onder het bruggetje. Even op de bodem, een paar keer optikken en eindelijk een beetje maat. We gaan hem gewoon lekker gauw weer terugzetten. Mag hij weer zwemmen. Dit was een leuk baasje, 25, 30 centimeter. Leuk maatje. In ieder geval weer vis vandaag. Dat is alweer heel wat. Zo. Hij gaat terug in de regenbui, want het is super weer vandaag. Dus hij gaat lekker zwemmen. Hoppadee. Lekker. Hoppa. Yes. Oh, dit is niet normaal, man. Wat een weer. Kijk eens, weer een mooi baasje onder de brug vandaan op de Hooligan Roach Minor. Micro. Micro. Nou, even corrigeren, maar je ziet het. Het is maar een klein aasje, maar oh zo effectief. Even onder de brug, op de bodem tikken. En weer een mooie 30 baasje erop. Nice. Dat zijn de betere, daar doen we het eindelijk voor vandaag. Kijk eens, nou, dit was hem. Hij mag weer lekker terug. Gaat hij zwemmen. 1, 2, applons. Verdwenen. Lekker man, mooie baars. De blaadjes. Nice. Super lekker. Toch nog een paar leuke baarsjes gevangen. Ja. Oh, je laat hem helemaal naar de bodem gaan, ja, zei je? Ja, hij gaat echt op de bodem. Wat ik in Zweden ook deed, echt op de bodem en max 10 centimeter optikken. Ja. Kijk eens. Ja. Hoppa. En dan gewoon heel licht stuiter op de bodem, that's it. Oi, oi, oi. Meer heb je niet nodig. Ze doen niet kinderachtig. Ja, iedere keer af laten zakken. Nee, ze willen ze echt hebben. Zo. Doei! Ligt hier nog vislijn? Maar niet een klein beetje ook. Oh, met een voerkorf eraan. Niet normaal, jongen. Hoekafhouder, dikke haak. Neem maar altijd je vuil mee, jongens. Dit kan echt niet. Ja, vis. Goeie, oh, goeie. Zo. Oh, echt een goeie. Ja, man. Wow. Echt een mooie. Dat is het grootste van vandaag, hoor. Grootste van vandaag. Geweldig. 32, 33 of zo? Ja, zoiets denk ik. Echt prachtig. Dikke 30 in ieder geval. Mooi visie. Nice. Niet helemaal super op kleur, maar wel mooi. Mooie oranje, donkere vinnen. Zeker rijk is die aan aalvinnen ook. Geweldig. Nice. Prachtig visie. Helemaal mooi en helemaal blij. Gaat hij weer zwemmen. Dan gaat hij. Jupta. En weg is die. Nice. Toppie. Lekker. Boom. Oh, dikke aanbeet zeg. Mooie baars. Kijk eens. Mooie baars. En een leuke. Hartstikke idee. Prachtig beestje. Vol naar binnen dat ding. Kijk dan. Nou, doei. Ja, aan het lopen zoals dit langs de kant, vooral het allermooiste is dat je vaak, omdat het water hier zo ontzettend helder is, de baars gewoon ziet komen om je aas te grijpen. Wacht dan wel tot je echt de baars ook voelt en niet aanslaan zodra je ziet dat je aasje weg is, want dan wil je nog wel eens misslaan. Hier vind ik die baars. Hier. Ja, dat is echt geniaal. Oh, daar is die weer, daar is die weer. Ja, die is groter. Nee joh, gek. Ja, nou kijk eens joh, we waren nog gewoon lekker even langs het kantje aan het vissen. Het plekje waar Lau net ook een mooi baasje pakte. Denk ik, laat hem even zakken. En ik zag niks en Lau hoorde ik ineens, daar komt hij weer. En hij was er weer. Kijk eens. Het is wel een andere hoor. Het is een andere. Het is een super mooi visje. Kijk eens hoe hij zijn vinnen lekker rechtop zet. Mooie oranje vinnetjes. Gewoon een leuk maatje, goede 30 centimeter. Op een mooi klein sjetje. Nou ja, waar we er gewoon de hele dag natuurlijk al mee aan het vissen zijn. Kijk eens, mooi in het mondhoekje gehaakt. Prachtig beestje. Ik onthaak hem gauw. En dan mag hij weer. Kijk eens jongens, dat is toch een prachtvis. Heerlijk. Kijk die schubjes, hoe apart. Hij is een heel apart patroon inderdaad. Ja. Niet netjes op een rijtje. Cool. Zou de andere kant dat ook hebben? Nee.
Heel klein beetje, maar veel minder. Ik voel hem aanspannen, dus ik ben voorzichtig dat hij nu niet op de grond gooit. Hij gaat gewoon weer lekker het water in. Lekker zwemmen, mooi baarsje weer. Water. Jongen. Oh, nice. Yes. Lekker de laatste worp. Dat was hem. Zo, dat was hem dan voor vandaag. Ondanks het, het redelijk slechte weer, toch best leuk baars kunnen vangen. Een aantal mooie. Gelukkig was het best wel leuk om ze allemaal op zich te vangen. Dat was echt, echt dat leuk. Echt mooi. Er zaten gelukkig een aantal mooie tussen, van een centimeter 30, 35. Dus dat was, waren ook een paar hele leuke vissen. Ik wil jullie super erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet een like achter te laten en vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later mensen.